Mijn naam is Rolf Echbrink. Welkom bij weer een nieuwe video van Stapel van Stenen. In de serie Belazeriet bespreek ik in deze video Bumblebee Jaspis. Bumblebee -aspis is op dit moment een veel aangeboden siersteen in de vorm van ornamenten zoals bollen, piramides, sieraden, maar ook als trommelsteen en massagesteen. In deze video wil ik je graag informeren over wat Bumblebee precies is en welke risico's het kan hebben als je het niet goed mee omgaat. Voor mij is Bumblebee Jaspis een belazeriet omdat de naam Jaspis misleidend is. Er zit namelijk helemaal geen Jaspis of kwarts in deze steen. Het is ook eigenlijk geen mineraal of edelsteen, maar het is een gesteente bestaand uit verschillende mineralen. Dat wil niet zeggen dat het materiaal niet echt is. Het is een natuurlijke steen. In dit geval, is het gebruik van deze fantasie naam ook nog eens gevaarlijk? Omdat je daaruit niet goed kunt afleiden wat nu daadwerkelijk de bestanddelen van bumblebee jaspis zijn. Als koper kun je dan ook moeilijk informeren over de risico's van deze giftige arsenhoudende steen. Omdat de aanduiding jaspis gebruikt wordt, lijkt de steen hard en veilig in gebruik, zoals alle andere soorten jaspis, maar niets is minder waar. Zometeen meer over de risico's, maar eerst, wat is eigenlijk bumblebee jaspis? Bumblebee Jasper is een verzonnen handelsnaam voor een gesteente uh, heel kleurrijk dat gevonden is op Mount Papandayan, een vulkaan op het Indonesische eiland Java. Genoemd naar de gelijkenis met de zwart-gele strepen van een hommel in het Engels bumblebee. De steen wordt ook wel verkocht als eclipse steen of eclipse stone. Het materiaal bestaat vooral uit vezelige calciet met gele, oranje en zwarte strepen. De gele en oranje kleuren worden veroorzaakt door fijn verdeelde Realgaar, een verbinding van arseen met zwavel. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het Realgaar is. Normaal vaak rood van kleur, maar in poedervorm geel tot oranje. Het is dus geen auripigment of zwavel, ondanks de gele kleur. Er zit dus wel zwavel in, maar dat is gebonden aan het arseen, arseen sulfide en geen los zwavel. De zwarte kleur wordt veroorzaakt door pyrit en mogelijk sporen van mangaan. In tegenstelling tot wat je zou verwachten bij een jaspis is de steen relatief zacht. In ieder geval veel zachter dan jaspis of kwarts en mede hierdoor minder veilig in gebruik, zeker als sieraad of als knuffelsteen. De hardheid van realgar is ongeveer anderhalf tot twee op de schaal van moos, dus met de vingernagel te bekrassen, maar het is fijn verdeeld in de calciet dat een hardheid heeft van drie. Jaspis en kwarts zijn veel harder met de hardheid van 6,5 tot 7. De calciet is dus relatief zacht, beschadigt snel en lost bovendien op in een zure omgeving, waardoor er poeder vrij kan komen. Ook bij gepolijst materiaal kunnen deeltjes losraken, bijvoorbeeld vanuit natuurlijke holtes in de steen. We weten nog niet goed wat zuren in de transpiratie van de huid met een pH-waarde van ongeveer 4,5 tot 5,5 doen met het hoofdbestanddeel calciet. Maar mogelijk komt ook hierbij het houdende poeder vrij. Ik deed een kleine test met azijn om het effect te laten zien. In dit experimentje leg ik een gepolijste trommelsteen van Bumblebee Jaspis een half uurtje in een schaal met azijn uit de keuken. heeft een pH van ongeveer 2 tot 3. Iets zuurder dus dan de huid. Maar de steen reageert meteen en bij de reactie komt CO2 vrij. Dat zijn de bubbeltjes die je ziet. Als ik de steen uit het schaaltje haal, zie je dat de deeltjes afgekomen zijn en op het keukenpapier geeft de steen geel en zwart af. Realga dus in poedervorm. Uiteraard is dit experimentje met de veiligheidsmaatregelen gedaan en het gebruikte materiaal is op de juiste manier afgevoerd. Hier zie je zo, bijvoorbeeld zo'n trommelsteen, waarin allerlei gaatjes zichtbaar zijn. Hier zie je een aantal van die natuurlijke holtes waarin. Niet gepolijst is en het ook makkelijk nog los kan laten. Zeker als het in contact komt met water um, of een zure omgeving. Overal in de stenen zitten eigenlijk gaatjes. Ook wanneer je zo'n gezaagde plak hebt, um, die uh, aan de ene kant wel gepolijst is, maar aan de andere kant, uh, dus ruw is en ook makkelijk deeltjes loslaat. Het gaat bij dit materiaal dus niet alleen om het risico van de fijne stof van ruwe stukken of stof dat vrijkomt bij het bewerken, maar ook om de risico's van gepolijst materiaal. Arsen en arsenverbindingen worden beschouwd als giftig en gevaarlijk voor de menselijke gezondheid. Risico's van opname van arsen via de huid is waarschijnlijk beperkt mede omdat het relatief slecht oplost in water. Inname van deeltjes via de handen naar de mond of de slijmvliezen geven zeker wel een verhoogd risico. Binnen het menselijk lichaam richt het schade aan in het spijsverteringskanaal. en naast acute vergiftiging speelt ook een rol bij het ontstaan van kanker. Toediening van kleine hoeveelheden over een langere tijd veroorzaakt de symptomen die lijken op een natuurlijke maagdarmontsteking. Arsene is daarom een stof die in de geschiedenis vaak voor gifboord werd gebruikt. Vermalen realgar of audiopigment, pigment, sulfide. Worden gebruikt voor de productie van rattengif en enkele insecticiden. Uit een analyse die op Mindat gepubliceerd is, bleek een stuk bumblebiaspus een arseengehalte te hebben van 12.000 milligram per kilo. Dat is behoorlijk veel wanneer je bedenkt dat er ongeveer 5 tot 10 milligram arsen nodig is om een gemiddelde rat te doden. Hoe kun je veilig omgaan met bumblebiaspus? Gepolijst materiaal dat als siervoorwerp een enkele keer aangeraakt wordt, zoals een bol of een piramide, levert waarschijnlijk geen risico op. Al is handen wassen altijd verstandig nadat je het hebt aangepakt. Het dragen van sieraden van bumboebi jaspis, met name op de blote huid, lijkt onverstandig. Zeker zolang het risico daarvan nog niet goed bekend is. Dat geldt ook voor het gebruik van bumboebi jaspis als trommelsteen, knuffelsteen of massagesteen. Het is in ieder geval zeer onverstandig om dat soort stenen eh, in water te leggen om bijvoorbeeld edelsteenwater van te maken. Houtbumblebeejasp is ook uit de buurt van kinderen. Het is aantrekkelijk qua kleur, maar er is een gevaar dat ze het eh, losse deeltjes in de mond krijgen of eraan likken. Hetzelfde geldt voor huisdieren. Bewerken van het materiaal vraagt in ieder geval om het dragen van beschermingsmiddelen en eh, het op de juiste wijze opvangen en afvoeren van het slijpwater. Eenmaal in het milieu kan arsenaam niet meer afgebroken worden en kan het via de voedselketen weer schade aanbrengen aan mens en dier. Hopelijk ben je door deze video beter geïnformeerd over wat bumblebee jaswis precies is en welke risico's het heeft voor je gezondheid wanneer je er niet op de juiste manier mee omgaat. Moedig verkopers aan om ook zich goed te informeren en de juiste informatie te verschaffen over het materiaal wat ze verkopen. Informeer ook anderen om je heen, maar blijf. Respectvol. Bedankt voor het kijken naar weer een video van stapel van stenen. Ik zie jullie graag bij een volgende video. Like en deel deze video en abonneer je op mijn YouTube-kanaal voor meer video's over stenen.